interessant maakt om bij Van Hattem de ontwerpafdeling te werken, is dat het hier wel, dit is wel voor het echi. Zoals vanavond, hij wordt nu echt ingeschoven. En het is niet alleen maar een papieren waarheid, maar alles wat je bedenkt, het gebeurt ook echt. En dat maakt het gewoon extra interessant, dynamisch en spannend. Het inschuiven is eigenlijk een mooie techniek waardoor we niet het treintraject een half jaar lang stil hoeven te leggen om het object te kunnen realiseren. We hebben hier de tunnel op een voorbouwlocatie redelijk stand-alone kunnen voorbouwen. En nu zijn we hem eigenlijk op zijn definitieve plek aan het brengen. En de verwachting is dat we gemiddeld 7 meter per uur kunnen schuiven. Dus er zit een maatvoerder van Vermeer Maatvoering samen met de constructeur continu de vervorming van het element te monitoren of dat binnen de vastgestelde toleranties blijft. En daarnaast hebben we ook nog 2 maatvoerders lopen die dus de positie van het element continu monitoren. Mocht dat te veel gaan afwijken, dan kunnen we in overleg met de uitvoerder van Heijmans, kunnen we dan het element zodanig corrigeren dat we uiteindelijk op de goede eindpositie gaan uitkomen. De operatie ging vannacht heel goed. We zijn bijna op het einde. We hebben ondertussen de werkplek al verlaten en we hebben de laatste meters die we nu gaan volbrengen. Dit is wel het meest bijzondere kunstwerk waar ik aan heb meegewerkt. Ja. De hele scheve kruising, de stijgpunten waar straks de liften en de trapopgang en de roltrappen in komen, dat het allemaal al in één keer is gebouwd. Dat we er in één keer inschuiven, ja, dat is wel echt heel erg bijzonder. Ja. Omvang is ook zeker een uniek project. Wat we hier aan het schuiven zijn, die Oosttunnel is 8000 ton. Maar dat doen we niet dagelijks bij ProRoom, maar ook in Nederland niet. De omvang waar we allemaal tegelijk doen hier in de TVP 24 dagen is ook uniek. Het is echt een integraal werk, van het begin tot het eind, van het ontwerp tot en met de realisatie. Zeker integraal werkend met ook een Volker Rail. In deze spoorbouw kunnen we hier echt onze kennis tentoonspreiden. Partijen weten elkaar goed te vinden. Ook als het niet loopt, weten partijen elkaar goed te vinden. Hè, want dat is namelijk op die moment is het belangrijk om elkaar goed vast te houden. Ik ben op dit moment uitermate tevreden over die samenwerking. Wat we vandaag hebben gepresenteerd, zo'n grote tunnel met deze afmetingen op zo'n manier ook inschuiven, diagonaal, het zoeken gewichten, dat is echt heel uniek. Wat het persje onderscheidend maakt is dat we hier best wel ingewikkeld ding doen en dat met binnen de Volker Wessels-partijen met elkaar zeg maar, deze klus klaren. En dan zie je dat dat gewoon in de samenwerking en in de samenhang van alles wat hier moet gebeuren, dat eigenlijk perfect werkt. Het woord trots wordt vaak gebruikt, maar ik ben trots op ons bedrijf, maar ik ben vooral trots op de mensen die dit waarmaken. En die hier dag en nacht aan staan, die weer en wind, om ervoor te zorgen dat dit voor de BV Nederland ook gebeurt.